Écoutez, c'est la voix du rêve qui revient chanter dans nos cœurs. Une aurore seule. Op deze foto zie je Jaap van Mesdag. Je ziet ook wat zijn passie is. Vliegen. Piloot worden. Daar droomde hij al van toen hij nog op de middelbare school zat. Zijn belangstelling werd ervoor gewekt toen hij zag dat je aan een wedstrijd kon deelnemen voor mensen die in staat waren een eigen vliegtuig te bouwen dat ook luchtwaardig was. Dat plezier om te gaan vliegen heeft ook meegeholpen bij zijn wens om tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland te vluchten in de hoop vanuit Engeland te kunnen helpen bij het uitvoeren van bombardementsvluchten en verkenningsvluchten boven het bezet gebied. Jaap van Mesdag gaat samen met Ernst Zillem, die je hier in de kano ziet zitten, op de IJssel, besluiten ze naar Engeland te gaan. Ernst is een vriend van Jaap. Ze hebben samen op het Barentsmuseum gezeten. Ze besluiten dat verzet in Nederland niet zoveel zin heeft. Ze willen dat van Engeland gaan doen en besluiten samen naar Engeland te gaan varen. Daar hebben ze deze kano voor uitgekozen. Een opvouwbare kano. Ze nemen een klein buitenboordmotortje mee en vertrekken op een avond, als het al donker is, vanaf het strand in Zeeland naar Engeland toe. Een eind uit de kust zetten ze de motor pas aan, omdat ze bang zijn dat Duitse militairen op het strand hen kunnen horen. En ze komen een eind op weg richting Engeland. Maar dan verandert het weer, ja, zien ze in dat het hen niet zal lukken met dit weer en deze golven Engeland te bereiken. En dan haalt Jaap zijn trompet tevoorschijn. Wie denkt eraan om een trompet mee te nemen als je besluit naar Engeland te gaan? Nou, Jaap dus. En die komt goed van pas, want dankzij die trompet slagen zij in een patrouillevaartuig te alarmeren. Maar helaas, het is een Duits patrouillevaartuig. Dat leidt via een lange weg uiteindelijk, onder andere via kamp Amersfoort, leidt dat tot de tocht naar Natzweiler. Een concentratiekamp in Frankrijk. Het enige concentratiekamp op Franse bodem.